We made it! Het is gewoon gelijk even lekker. Lekker aan de wandel met mijn vrienden. Cookies! Nog meer cookies! Deurtje open. En je kop in de zon. Het is vandaag alweer dinsdag, nieuwe week. En ik ben vandaag eigenlijk heel de dag thuis geweest. Ik heb de vlog die deze week online komt geëdit. Daar was ik best wel lang mee bezig. Zit mijn haar trouwens bijzonder. Hier heb ik een draad hangen. Hier, ja, ik had even alles naar achter, want ik werd een beetje para van die plukken. Vanavond ga ik een drankje drinken met een vriend. Lekker hier in de stad, dus dat is wel chill. Lekker biertjes en even bijkletsen, dus daar heb ik wel zin in. Maar goed, ik ga nog heel eventjes een beetje opruimen. Want dit ding hangt er ook al een paar dagen, terwijl die al lang droog is. En dan ga ik wat aan dit geval doen. Cheers, maat. We zijn even verplaatst. En we hebben nu dus een deken. Dat hebben we gekregen. We hebben een Grimberger. Grimbergen. En niet te vergeten, een punchelie. We zijn in Gouda. En we zijn bij Swing. Maar luister, ik woon hier gewoon, hè. Woon je hier gewoon? Ja. Oké, okay, cool. Maar nice. Dit is voor al je mini-volgers. Voor al je mini-volgers. Hoeveel volgers heb je? Niet zoveel. Abonneer bij Mies. Ze is super gezellig. Gratis punchelie bij iedere lijn. Cookies, cookies, nog cookies, meer cookies. Cookies, cookies. Dankjewel, hè. Waarom is dit zo fel? Het was een hele gezellige avond. En het werd laat. Dus ja, dan heb je dit, hè. Even plassen. Zo. Deze. Het is gewoon gelijk even lekker fresh. Ik zit dus te twijfelen om wel even nog te gaan wandelen. Of te gaan hardlopen. Ik ga vanmiddag naar mijn ouders. Daar lekker in de tuin. Hallo. Oké, ik heb net dus hard gelopen en ik ben gelijk onder de douche gesprongen. Want ik werd al veel weer eerder opgehaald dan wat ik had gedacht. Spullen bij elkaar schrapen. En door naar mijn ouders. Een ontbijtje maken, want dat is ook wel belangrijk. Appeltjes snijden eerst. Hoppladekee. Nu wat kaneel. Een lekker bakje yoghurt met appel, kaneel en een fruitspretje. Genieten. Het is 2:30. Ik moet echt gaan eten. Best wel een ochtendmens. Hij lijkt niet. Maar deze hier moet altijd even een beetje. Kijk, je ziet die schouder al helemaal in spanning komen als ik hem aanraak. Ik ben bang dat als ik je een tip geef dat je weer boos wordt. We made it! Yes! Het ging soepeler dan verwacht. We staan gewoon bij de, nou ja, heel dichtbij. Ja. Bij de hoofdingang. Zo chill. Lekker die ochtendzon op je bek. En het is echt nog best wel rustig. Dit wordt echt top. We gaan eerst even voor een strandwandeling voordat we weer gelijk neerploffen.
even heen en weer geweest naar Gouda. Want ja, we gaan in mooi feest slapen, want ons huis is kapot heet. Enkelglas, mini woning. Hier wordt er niet vrolijk van. Lekker avondje in de buiten. Gezellige avond. Dit is echt een jeugdsentiment. We zijn nu dus weer terug bij Boes en ik zag het in de kast liggen. Ik dacht echt, dit moet ik. Dit moet ik. Lekker aan de wandel met mijn vriendin. Lekker aan de wandel. Op zoek naar een toilet. Wil je mannenliefde? Of... dat is andere koekoek. Hey. Wij zijn weer wakker geworden in het mooie Wallisveen. En dit, jongens, vind ik echt het toppunt van luxe, dat je naar buiten loopt. Deurtje open. En je kop in de zon. Genieten. Gisteren was leuk. We gingen dus uiteindelijk, toen het helemaal pikkendonker was, politie en boefje doen met een groep. Waren we een camper ingeklommen, want er stond een raampje open. Er kwam dus iemand van de camper zelf, maar die kenden wij helemaal niet goed. Kom iets halen of zo. En wij dachten echt, als die ons nu ziet, je een klap voor je kop krijgt. Oh mijn god. Maar het was wel een hele goede verstopplek, want uiteindelijk hebben we het wel gewonnen. We zijn weer onderweg. En deze keer naar Renen. En we gaan daar ook lekker een nachtje slapen. Goedemorgen vanuit Renen. Heb je lekker geslapen? Ik heb wel lekker geslapen, ja. Ik ook. Wel heet in het begin. Maar op een gegeven moment kwam er een windje tussendoor waaien en het was lekker. Oh, ik vergeet mijn water. Hier wordt de koffie al verzorgd. Wij kunnen proosten op een volgende vakantie. Want deze man heeft net even twee nachtjes weg geboekt. Gewoon omdat het kan. En omdat het een staycation is. Zullen we even cheersen of beter druk met zaken? Even een afspraak aan het verzetten. Die kat. Oké. Okay. Goedenavond. Wij zitten heerlijk in het avondzonnetje op het schip. Niks, levensgevaarlijk. Maar op weg terug naar huis vanuit Renen. Ook al hadden we wilde plannen om te gaan mountainbiken, kano, heel actief te gaan doen. Het is er allemaal niet van gekomen. Nee. Wij hebben puur gezeten, gezweten en zitten eten. Jij kon nog even dagjes vrij regelen en nou, mijn kiesmagen lopen niet weg om het zo maar te zeggen. En het wordt nog steeds over de 30 graden de komende 3 dagen. Dus ja, thuis zitten wordt hem ook niet. Dus ja, wat doe je dan? En volgens mij moet ik stoppen met praten, want je wilt eentje de radio luisteren. Ja, maar even, zeg maar even gedag. Wat moet ik zeggen? Gedag tegen je. Gedag. Nee. Gewoon gedag zeggen tegen je kijkers. Nu toch wel afsluiten. Nou, kijkers, groetjes bij jullie thuis. En ik hoop dat jullie trouwens, ja, dat, ik wil dat even meegeven. Ik hoop dat jullie ook gewoon soms even, soms gaan dingen even anders. Ik dacht, ik ga de komende weken wel nog serieuze dingen doen. Ik heb zeker serieuze dingen gedaan, maar toch voel ik dan soms schuldig als ik net zoals nu die dagjes weer vrij neem, dat ik eigenlijk soort van dacht, ik ga wel doen. Maar ik wil je zeggen, als je moet werken, moet je werken. Of als je een scriptie inbrengt, moet je scriptie leveren. Maar als je iets voor jezelf bedenkt en je hebt de tijd of je hebt de flexibiliteit om het ook op een andere manier te doen, en dat vond ik op dat moment goed, probeer dan ook een beetje van te genieten. Want daar hadden we het net over, verplichtingen. Dat is toch wel, ik ben er gelijk helemaal van de week, jongens. Bij het woord verplichtingen.
doet, geniet er dan ook van. Want anders kan je net zo goed huppeteen aan het werk.